dit is Lustrum TV, dag 4. Vandaag zijn we bij de American Diner. We beginnen met de sterrenslag voor de bovenbouw. Tommy moest zelf aan de bak, dus geniet mee van de sportieve chaos. We staan hier vandaag bij Sterrenslag. Terwijl de hogere klassen aan het strijden waren in de regen voor de sterrenslag, deden de klassen 1 en 2 mee aan de Biggest Quiz. Wij volgden twee klassen om te kijken hoe hun strijd ging. Hebben jullie de tip ook gehoord? Nee. Krijg je hem opgeblazen? Nee. Mooi! Is dat jullie tactiek? Gewoon niet samenwerken? Ja. En daardoor gaan jullie winnen? Ja. Oh, oké. Okay. Nummer 3 en 12. Oké. Okay. Dus dat zijn Kaufman en mevrouw Heskes. Die vind je wel bij elkaar passen. Ja. Ik wist alleen Duncan en mevrouw Vroek. Maar jullie waren toch de slimste klas? Ja, sowieso. Ik had al wel verwacht dat jullie alles zouden weten. Dit niet. Oh, nu komt de uitslag. 2, 2, R, 3, 4. De plaza draait al dagen op volle toeren. Vandaag namen we een kijkje bij Le Chat Noir. Bonjour, vandaag dus Le Chat Noir. Laten we eens kijken of ik iets van de Franse cuisine kan leren. We gaan nu backstage. Bonjour mevrouw. Bonjour. Kan ik... Waar zijn we nu? Durf bijna niet te vragen, maar zou ik dat ook mogen proberen te doen? Ja, tuurlijk. Pak beet. En op. Dan nog een heel belangrijk deel van de Franse keuken. De Franse afwas. Hoe is dat nou? Het is heel veel. Bonjour, madame. Tu parles français? Oui, je parle très bien français. Et toi? Restaurant Le Chat Noir. Très bien. À 7 heures. Oui. Baguette. Hoe is de sfeer in dit restaurant? De sfeer is fantastisch. Het is ontzettend leuk. De muziek speelt. De mensen zijn blij. Die willen heel graag reserveren voor het restaurant. Het zit iedere avond vol. Dus ik kan niet anders zeggen dat het echt een succes is. Nou jongens, de Chat Noir. Ik reed deze dag 5 croque-monsieur's van de 5. Vanaf 8 uur is het aan in de grote zaal, want dan is het schoolfeest XXL. De band Jewelste treedt op samen met een groep leerlingen en wij namen een kijkje bij de soundcheck. Het was heel fijn om met Jewelste te spelen, omdat ze heel goed klonken, dus het ging heel makkelijk allemaal. Ik speel Heya van Outkast op de keys en daar heb ik zin in. Sowieso een professionele band, dus jullie moeten even, hè? Even de YouTube uitchecken. Morgen de laatste Lustrumdag. Dan verandert de plaza in een cabaretfestival. Deze namen ga je zien. Tot zo op het feest, want dit wil je echt niet missen. Morgen zijn we weer voor de allerlaatste keer om 8 uur.